Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweekvlog. Het is vandaag maandag 26 augustus, de eerste schooldag. Ik vind het echt heel gek, maar ik heb er heel veel zin in. En ik ben dit jaar weer fulltime juf van groep 8 en ik ga jullie dit jaar weer meenemen. Als je er heel veel zin in hebt, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is dus maandagochtend. Ik ga straks de kinderen weer zien na de vakantie. En ik heb er echt zoveel zin in. Dit is ook mijn oude klas, dus ik ken de kinderen al. Het is echt zo'n groot voordeel. En ik hoop dat ze het natuurlijk ook leuk vinden dat ze mij weer zien. Ik heb in de vakantie superveel gedaan, dus het ziet er echt top uit hier. Dus ik ben helemaal blij. Ik heb er helemaal zin in. McKinsey staat dus al klaar. Ik heb dus een woordzoeker met een stiftje en wishing you a bright new school year. En de klas is gewoon helemaal ready. Ik heb dus het thema film. Dus ik heb allemaal leuke popcorn dingetjes en filmdingen. Mooie momentenmuur. Ik heb er eigenlijk gewoon weer helemaal zin in. Er is dus nog één dingetje wat ik moet doen. En daardoor ben ik ook wat vroeger op school. Het zijn natuurlijk de gouden weken. En ik ga dus elke dag een spelletje doen. En ik had alles al klaargelegd, maar ik was bang dat de ballonnen klein zouden worden. Dus die ballonnen ga ik nu eventjes opblazen. Ik kreeg best wel veel reacties van waarom ik niet had verteld wat er in de ballonnen gaat zitten. Maar dat komt omdat de kinderen ook mijn video kijken. En ik wilde gewoon niet dat ze de spelletjes al wisten. Dus ik heb 5 ballonnen en vandaag beginnen we met levend wie is het. Ik zal hem wel eventjes uitleggen zodat jullie elke dag het kunnen zien. De kinderen vullen een kaartje in, deze, met hun leeftijd, hun hobby's, met wat ze later willen worden. Iedereen vult dat in. Al die kaartjes gaan in een pot. En dan krijgt iedereen een kaart met alle namen. Die heb ik gelamineerd zodat we hem kunnen hergebruiken. En dan pakt er dus iemand uit de pot en dan mogen de kinderen vragen stellen. Van bijvoorbeeld, zit diegene op hockey? En dan zeg ik bijvoorbeeld ja. En dan streep je alle kinderen weg die niet op hockey zitten. Gewoon een leuk spelletje om mee te beginnen. En om elkaar wat beter te leren kennen. Dus dat zit er in ballon nummer 1. We gaan zo meteen de eerste ballon prikken. Nou ja, één iemand uit de klas gaat het doen. Ik heb hier een punaise. Ik had al een beetje verteld. Het zijn spelletjes om elkaar of beter te leren kennen om samen te werken. Ik heb het een beetje afgewisseld. Dus vandaag is het een spelletje om elkaar beter te leren kennen. En dat wil ik ongeveer een half uurtje doen, zodat we daarna aan de verjaardagskalender kunnen gaan. Wil jij een ballon knappen of denk je nou absoluut niet? Wel? Wel nummer 1, hè? Daar helemaal die, daar helemaal een doek. Ja, daar komt ie. Dat was hard. Levend, wie is het? Ja, en dat gaan we. Jullie krijgen straks een kaart. Deze kaart is gelamineerd, dus je kan straks ook met je stifter opschrijven. Want we hebben namelijk straks levend, wie is het? Maar voordat we gaan kiezen wie het is, moeten jullie even dit kaartje invullen. Dit kaartje staat ook hier. Je schrijft even je naam op. Dat is wel... Ja, schrijf maar wel even je naam erop, want dan kan degene die het heeft, die weet dan. Dus je naam erop, je leeftijd, broers of zussen, een eigenschap. Wat is een eigenschap? Die ga je zo invullen, maar niemand mag hem zien. En als we hem dan af hebben, dan vouw je hem even dubbel. Ik zet daar zo meteen een pot neer en dan kan je daar je kaartje in doen. Dus mijn naam kan je wegstrepen, want ik ga niet mezelf pakken, dus ik ben al weg. Ik sta helemaal rechts onderin. Wie wil er een vraag stellen? Nou, de eerste schooldag is voorbij. De eerste ballon is geknapt. Ik heb natuurlijk niet zoveel gefilmd, want ja, het is de eerste schooldag en de tijd is echt voorbij gevlogen. Een kwartier geleden heb ik het gevoel dat we binnenkwamen. Het was wel echt een best wel drukke dag. Ze waren ook best wel druk, dus morgen wil ik er wel toch meer, ja, toch iets meer erbovenop gaan zitten. En ik ben even aan het klaarzetten voor morgen. Dus ik ga nu even het bord doen. En ze zijn dus vandaag begonnen aan de verjaardagskalenders maken. Dus ja, dit is die van mij. Maar ik ga zelf ook nog eventjes kijken hoe ik het anders wil. En ik moet nog even wat mailtjes sturen. Dus dat ga ik nog eventjes snel doen. Good morning. Het is vandaag dinsdag, de tweede schooldag. Ik heb er echt heel veel zin in om ze weer te zien. En om verder te werken vandaag.
Gisteren merkte ik wel dat ik toch niet genoeg erbovenop zat. Dus ik ga vandaag wel even duidelijk de regels met ze bespreken. Want ja, je kan beter aan het begin wat strenger zijn en daarna het een beetje, je snapt wat ik bedoel, dan aan het begin. Want ja, dan gaat die werken. Op de planning. Ik ga wel iets veranderen, want ik wil dus die regels gaan doen. Maar in ieder geval rekenen staat erop. We hebben Atlantis. We gaan natuurlijk weer een nieuwe ballon doen. En het spelletje van vandaag zal ik dan gelijk ook maar vertellen. Dan moet ik ook nog gelijk eventjes printen. Dan ga ik dat ondertussen ook maar gelijk doen. We gaan het grote vakantieraadspel doen. En ja, soort van een beetje zelf verzonnen. Het is de bedoeling, de kinderen hebben iets meegenomen van vakantie. En ze weten niet van elkaar wat ze hebben meegenomen. Dus ze hebben bijvoorbeeld een souveniertje meegenomen van vakantie. Of een spelletje wat ze toen daar hebben gedaan. Of een foto van een activiteit of iets anders. Dat ga ik dus op alle tafels neerleggen hier zo. En dan krijgen ze een lijst en dan moeten ze raden van wie welk voorwerp is. En ik dacht, dan kunnen ze ook gelijk iets over hun vakantie vertellen. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus dat ga ik nu eventjes printen, want dat had ik dus nog niet gedaan. En dan gaan we de dag beginnen. Ontbijtje, let's go. Ik ga straks dus de dag beginnen met de regels. En voordat ik dat ga doen, ga ik dit met ze inhullen. Ik doe eerst een fantastische klasgenoot. Is, doet, zegt, doet niet. Zodat ze dat allemaal kunnen opschrijven. Ze krijgen er allemaal één. En daarna wat een fantastische juf doet. Zodat ze ook over mij kunnen schrijven. Dus dat ga ik straks met ze maken. Nou, wij gaan eventjes deze maken. Verschillende boekenleggers. Dus ik heb even de namen geprint. En die gaan ze nu even inkleuren. Dit is van Meester Richard. Voor de mensen die het willen weten. Nou, de kinderen zijn naar de gym toe. Dus dan heb ik altijd nog even wat tijd voor mezelf. En het ging vandaag echt super goed. Dus ik ben helemaal blij. Want gisteren lag ik in mijn bed en dacht ik echt, ik vond het niet gaan zoals ik het had gewild of zo. Dus ja, ik was er niet helemaal tevreden. En vandaag ging het zo goed. Ik was dus de ochtend begonnen met dat formulier wat ik had laten zien. Ik had alleen een fantastische klasgenoot gedaan. Dus per blokje hebben we een minuut. Ik ging dus eerst zelf dingen opschrijven en daarna ging ik met de klas bespreken. Dus die ga ik even het mooi maken, zodat ik hem even groot, ja, kan printen en kan ophangen. Want dan is het toch iets van de kinderen. En dan morgen doen we de fantastische juf. Want ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. En we zijn dus begonnen met die tekening. Die is nog niet helemaal af. Ik dacht, ik maak er zelf ook eentje. En dan zien ze ook dat ik bezig ben. En dat eigenlijk. Dus helemaal tevreden over vandaag. En ik ga nu voorbereiden over morgen. En morgen voor in de ballon komt de marshmallow challenge. Dan moet je een zo hoog mogelijke toren bouwen. Alleen moet ik daar nog eventjes. Ik had wel marshmallows gehaald. Die liggen denk ik nog in de auto. Ik hoop niet dat die nu helemaal warm zijn. Dus dat ga ik even maken, die zakjes daarvan. Nou, ik heb de poster even netjes gemaakt. En nu is het uiteindelijk zo geworden. Ga ik hem even lamineren en dan ophangen. En dit hebben ze dus zelf bedacht. Dit heb ik niet bedacht, dit hebben ze zelf bedacht. Good morning, het is vandaag woensdag. Derde dag. Gisteren ging echt super goed, dus daar ben ik heel blij mee. Dus misschien kan ik vandaag wat meer filmen. Vandaag in de derde ballon zit de marshmallow challenge. En ik heb alles klaargelegd. Ik heb gewoon zakjes gemaakt. En ze moeten dus zo'n hoog mogelijke toren bouwen. Ik zal het straks nog eventjes uitleggen. En ik ga nu even mijn dag nog voorbereiden. Er waren nog een aantal dingen die ik niet had gedaan. Het wordt vandaag 28 graden. Dus ik heb ijsjes om te trakteren. Dag 3. En ja, dat is de laatste activiteit die we vandaag gaan doen. Nummer 3, daar komt hij. Bam! Marshmallow challenge. Tafel zitten, je krijgt van mij een zakje. En in dat zakje zit 1 marshmallow, 20 stuks spaghetti sliertjes, 1 meter touw en 1 meter afplaktape. Die tape moet je even voorzichtig eraf halen, want ik heb het even opgerold. En je krijgt straks 20 minuten de tijd om een zo'n hoog mogelijke toren te maken. Die nergens tegenaan mag steunen. Dus hij moet wel gewoon op de tafel staan. Je moet samenwerken. Dus goed met je groepje samenwerken. En op het einde moet die marshmallow erop liggen. Die moet zo daarop blijven staan. En dat eigenlijk. En dan succes. Een soort van. Marshmallow.
Het is inmiddels woensdagmiddag. Ik heb dus niet super veel gefilmd, want het is gewoon lekker weer. En ja, dat. Ik ben lekker vroeg naar huis gegaan. En die Marshmallow Challenge was echt een heel groot succes. En omdat ze zo goed hadden samengewerkt en het is vandaag ook 30 graden, ging ik eventjes lekker trakteren. Dus ik had lekker ijsjes vanochtend gehaald bij de supermarkt. Zodat iedereen even een lekker ijsje had. En het ging vandaag ook weer echt super goed. Dus daar was ik heel erg blij mee. Ook natuurlijk even het goede gedrag belonen. En ik heb een pakketje van de Zara. Eigenlijk heb ik er twee. Maar één ligt nog bij de Zara zelf. Deze had ik besteld. Ik moet even mijn camera ergens neerzetten. En ik weet dat jullie het leuk vinden om gewoon alsnog ook pakketjes te zien. Dus ik dacht, ik ga het lekker even in deze vlog openmaken. Als eerst heb ik één gewoon van de volwassenen collectie. Namelijk deze. En ik vond deze zo leuk. Dit is dus zo'n giletje. Hij was 26 euro en ik heb hem in een maatje S. Met deze leuke gouden knoopjes. Hij is dus donkerblauw. Hij lijkt misschien nu zwart op beeld. Maar hij is dus donkerblauw. Dus ik dacht, heel erg leuk. Boven een spijkerbroek of... als het koud is, gewoon met een wit shirtje eronder. En dan zag ik deze. Niet echt het weer ervoor. Maar kijk hoe schattig. Deze is dus van de Zara Kids. Maar ik zag dit helemaal voor me met een leuke lange zwarte broek. En de Zara Kids is natuurlijk veel goedkoper. Deze was 23 euro. Heel leuk vestje voor in de winter of de herfst. En ik vond die strikjes gewoon heel schattig. Dus dat is deze. Echt super blij mee. En dan heb ik nog één trui. Deze twijfelde ik een beetje, maar ik heb een hele leuke rode broek. En ik weet nooit zo goed wat ik erboven moet doen. En toen zag ik deze trui. En ik vond deze trui dus eigenlijk ook wel heel erg leuk. Deze is wel dus ook van de Zara Kids. Maar die letters die vond ik er gewoon mooi uitzien. En ik hou gewoon van grijze truien. Dus ik dacht, waarom niet? En deze, doordat het Zara Kids was, maar 18 euro. Nou, dus dit zijn mijn nieuwe aankopen. Echt super blij mee. En ik ga nu lekker genieten van het warme weer op het balkon. Het is inmiddels avond. Welkom in de weekvlog. Wij gaan naar de bioscoop. We hadden nog gratis kaartjes van de bioscoop. Dus we gaan er nu naartoe. En we gaan naar Pathé Ypenburg. Die is altijd echt heel erg fijn. Dan heb je dus van die relax seats. En we gaan naar The Killer. Gezellig. Is het een horror of is het een actiefilm? Het is een horrorfilm. Lekker. Dus ik heb even mijn joggingspak aan. Dan gaan we het zien. Nou, we zijn naar de film geweest. Het was dus helemaal geen horrorfilm. Waarom zei je dat eigenlijk? Ik dacht dat je al een beetje bang zou worden. Maar ik heb er geen zin in. Oh. Ik vind het allemaal spannend. Nou, het was een thriller. Vond je het leuk? Ja. Nee, jij vond het niet leuk. Ik vond hem wel spannend. Teen doet pijn. Nou, we gaan naar bed. Zo meteen thuis. Want ik moet morgen weer heel veel werken. Het is al 11 uur. Morning, het is vandaag donderdag. Gisteren ben ik dus naar de film geweest. Ik kwam wel pas heel laat in slaap. Dus ik ben wel een beetje moe. En ik ga nu even de opdracht printen. Ik moet het bord nog doen. Eigenlijk moet ik best wel veel doen. Daarom ben ik ook wat vroeger. En ik heb lekker mijn ontbijtje gemaakt. Dan ga ik even laten zien wat ik voor vandaag heb. Een hele leuke, vind ik ze. Ik heb namelijk deze tekening. Ik heb twee verschillende. Maar in ieder geval, elk tweetal krijgt een tekening. En ze moeten dus, zonder dat bij elkaar te zien, moeten ze afspreken van... oké, jij gaat dit tekenen. En dan moet uiteindelijk de tekening dus hetzelfde worden. Dus ik heb deze. En ik heb ook deze. Oh, eerst die. Ik dacht nog even een leuke zomertekening. Dus daar ga ik even een aantal van printen. En dan zit dat dus in de ballon. Jullie waren weer goed bezig. Zonder ruimte ertussen. Welk woord heb jij gekozen? Ja, aaneengesloten. Heel goed. Oh, ik wil de pen aanzetten. De volgende. Gebied van iets of iemand. Helemaal goed, een territorium. De volgende, paars. Misschien heb je een beetje roze, want ik heb geen paars. Wat nodig is om
iets te maken. Als je iets wil maken, wat heb je dan nodig? Ja, helemaal goed. Ingrediënten. Morning, het is vandaag. Welke dag is het? Vrijdag. Vrijdag, laatste dag. Bijna weekend. Vandaag, in de laatste ballon zit 2 waarheden, 1 leugen. Dus ik ga 3 dingen opschrijven en 1 daarvan is een leugen. Toch een leuke kennismakingsactiviteit. Ik heb hieronder heb ik wel gewoon een shirtje aan. Nou, alles staat weer klaar. Ze gaan dus eerst straks gymmen. Dan heb ik rekenen les 5. Eten en drinken buiten spelen. Gaan we Atlantis doen. Dat is begrijp het lezen bij ons. Dan gaan we de laatste ballon van deze week. Volgende week weer 5 nieuwe. Er zitten dus 2 waarheden, 1 leugen in. Taal, muziek voor de liedjes, tekenen, dat weet al tekenen van gisteren afmaken. En dan gaan ze voor de bonte avond oefenen. Want over 2 weken gaan wij dus al op kamp. Dus dat eigenlijk. Dus eigenlijk tot nu toe gaat alles heel soepel en heel goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Het enige wat ik nog even moest doen, die regels. Ik had er al 1 geprint, maar die ander was dus nog niet gelukt. Dus die ga ik gelijk eventjes doen, want dan kan ik die ophangen. Want de eerste week bedenk ik ook altijd de regels met de kinderen, zodat ik daar op kan wijzen. En ik heb ook de afspraken gelijk gemaakt van hoe ik werk met mijn waarschuwingen. Bij mij is het namelijk zo, je krijgt 1 waarschuwing, dan is er eigenlijk een soort van niks aan de hand. De 2e keer krijg je een ander plekje, dus dan zet ik je even voorin of even hier zo bij mijn bureau. En de 3e keer ga je dus naar de gang, want dan vind ik het wel eventjes genoeg. En op de gang krijg je dan van mij een timertje mee. En dan ga je dit even indullen. Waarom zit ik op de gang en wat ga ik de volgende keer beter doen? En ik zet dat dus ook altijd eventjes op het bord de eerste 2 weken, zodat ze het weten. Maar het is dus deze week, ja, niet nodig geweest. Dus dat is echt super fijn. Want dat is gewoon niet fijn als dat de eerste week gelijk moet. En de verjaardagskalender is ook klaar. Kreeg ik een aantal vragen over. Ik doe dus via www.bitmoji.com. Laat ik ze gewoon een eigen account aanmaken. En dan kunnen ze vanuit daar, kunnen ze dan die Bitmoji naar mij toe mailen. Ja, in groep 8 zijn ze toch best wel zelfstandig, dus dan kunnen ze dat wel. Nou, ik ben ondertussen even de verjaardagskalenders aan het doen. Kijk, zo komt het er dus uit te zien. Echt heel erg leuk. En dit hebben ze dus gemaakt zelf. En die ga ik dus dan straks op die deur daar hangen. Dus ik ga nu even hiermee verder. En dan ga ik zo de kinderen halen. Kijken. Nee, die. Dit vind ik zo. Pina, zolte. Ja, dus deze, die is voor de samenwerking en dit heb ik gewoon extra gekregen. Dus jullie moeten maar kijken. Banaan? Oh nee. Ja, dit die bijvoorbeeld zou ik dan wel op aanslaan, of niet? Good morning, het is vandaag zaterdag. De eerste schoolweek zit erop. En ik heb echt het gevoel dat ik jullie moet bijpraten, omdat ik gewoon voor mijn doen best weinig heb gefilmd. Dus sorry daarvoor, maar de eerste schoolweek is echt altijd... Even kijken hoe en wat. En het is ook een beetje gek als ik gelijk alles film. Ook al, ja, je weet eigenlijk niet dat de camera er staat. Maar ik was zo druk bezig. Elke dag is echt voorbij gevlogen. Ik had echt geen betere week kunnen wensen als eerste week. Dus ik was wel echt heel erg blij ermee. Dus dat is echt top. En ik ga straks even met Denise afspreken. En dan gaan we even samen naar IKEA. Een beetje woonwinkels, dat soort dingen. En daar heb ik heel veel zin in. En mijn vriend is nu lekker aan het werk. Nou ja, niet fijn voor hem. Maar dan ben ik daardoor even lekker alleen. Ik heb net het huis even schoongemaakt. En straks word ik dus opgehaald. En ondertussen heb ik ook nog een pakketje van de Zara. En ik had dus gisteren ook een doos gekregen met allemaal van die borrelnootjes en dat soort dingen. Allemaal voor een samenwerking. Maar volgens mij heb ik het gisteren wel een beetje laten zien. In ieder geval, ja, de eerste week ging echt super goed. En ik wil gewoon... Ik heb een pakje van de Zara. En ik wil gewoon weer elke week voor jullie een weekvlog gaan filmen. Maar als er dus speciale dingen zijn die jullie heel erg leuk zouden vinden, laat dat dan even weten. Want ik merk dat ik best wel veel berichtjes en zo krijg over dingen. En dan denk ik, ja, hier kan ik iets mee. Want dan kan ik dat in mijn video's laten zien. Deze week heb ik deze in het zwart aangehad. Dit setje. Hier zit ook een broek bij. En die vond ik echt zo mooi. En het zit heel erg lekker. En ik dacht, je kan hem later ook nog gewoon met een wit shirtje eronder. Stel dat het een beetje te koud wordt. En hij is ook niet zo heel duur. Want het topje is €20. En de broek dacht ik 25. Moet even kijken. Ik snap ook nooit waarom ze dit in 2 losse pakketten sturen. En de broek
is dan ook 20 euro. Dus dat valt, nou, volgens mij is die 25, maar zit er zo'n ander stickertje overheen. Maar in ieder geval, ik heb deze allebei in een maatje S en ik vind hem echt super leuk. Ik twijfelde eerst over de kleur, want ik dacht, misschien maakt dit me heel bleek. Maar nu ik het zo zie, vind ik het eigenlijk wel heel erg mooi. Dus dat is het nieuwe setje. En ik ga zo dus eventjes mijn make-up doen en me klaarmaken. En dan gaan we naar de IKEA en zo. Zin in. Nou, ik heb me helemaal klaargemaakt. Mijn haar was een beetje vet, dus ik dacht, doe er even een vlecht in. En ik heb weer dit topje aan. Die had ik deze week al aan. Maar ik vind hem zo leuk. Ik vind deze nieuwe trend met van die, ja, het is wel een beetje een trend, hè. Met die gouden knoopjes. Ik vind het helemaal schattig. Dus ik doe nog even mijn sieraden om. En dan word ik zo opgehaald. Dus en ik zal mijn camera wel eventjes meenemen. Dan kan ik wat filmen voor jullie. Nou, Dan en ik zijn dus net echt 2 uur door de IKEA geweest. En toen dachten we, nou, we lopen naar de kassa. Stond er dus een rij, zonder te overdrijven. Nou, ik denk 2 uur. Ja. Minimaal. Minimaal 2 uur. Omdat er is natuurlijk nu een actie bij de IKEA. Nou, passen we nog in die lift? Nou. Mogen we er nog bij? Gaan we dan maar lopen? Even goed voor de conditie. Leuk gewoon. Het is niet te doen. We vonden het al heel druk, maar er is dus nu die pyjama actie bij de IKEA. Maar 3 uur voor de rij. Dus we hebben niks gekocht. Nee, we gaan maar weer weg. Wel kut, want ik wilde dit echt. Ja. Morning, het is vandaag zondag. Gisteren hebben we uiteindelijk echt volgens mij niks meer gekocht. IKEA was veel te druk en daarna liep het allemaal een beetje fout. Vandaag is het dus zondag en ik heb dus vandaag mijn eerste hardloopwedstrijd. Ik ben gewoon helemaal zenuwachtig. Ik heb ook niet zo heel goed geslapen. Het is maar 5 kilometer, dus het gaat sowieso lukken. Maar ja, ik dacht, we beginnen gewoon even rustig aan. Dus ik heb mijn sportoutfit aan, alleen door dus straks 30 graden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus ik ga nu even even een vestje meenemen, mijn tas inpakken en dan ga ik dus hardlopen. Ik ben weer thuis. Het is gelukt. De 5 kilometer was wel echt super heet. Nou, helemaal leuk. Mijn eerste hardloopwedstrijdje. En volgende keer ga ik nog eentje doen. Ik wacht even tot mijn vriend thuis. Ik heb lekker net snel gedoucht. Want ik wil eigenlijk dus even lekker naar het terras of zo. Dus ik ga even aan hem vragen of hij dat ook leuk vindt.